Laten we samen een slow art ervaring beleven door een hypnotische onderdompeling in enkele schilderijen. Tijdens het luisteren behoud je de volledige controle over je ervaring. Wens je de gewijzigde staat van bewustzijn te verlaten, dan dien je enkel diep adem te halen om terug te keren naar het hier en nu. Laten we nu de tijd nemen om enkele schilderijen in ons op te nemen, om erin te stappen en onze innerlijkheid te ontmoeten. Net als in een droom kan je hier en elders zijn. Je lichaam zit goed en je geest is ergens anders. Er valt niets speciaals te doen, niets speciaals te weten, gewoon jezelf laten zijn. De bron der inspiratie werd in 1907 geschilderd door Constant Montalt. Hij maakte deel uit van L'Art Idéaliste, een beweging van rond de eeuwwisseling die het ideaal van een bloeiende samenleving weergeeft, hier als in een dagdroom. Voor dit eerste deel van de hypnotische onderdompeling nodig ik je uit om je te concentreren op een specifiek punt in het schilderij. Een plek waar je jezelf, zonder te weten waarom, bijzonder goed voelt. Je ademhaling wordt rustig en stil, zoals wanneer je slaapt. Je lichaam ademt regelmatig, zonder dat je eraan denkt. En terwijl je rustig ademt, laat je je onderbewustzijn vrij. En terwijl je onderbewustzijn goed en nuttig werk voor je doet, kan je bewuste geest afdwalen of rusten. Het maakt niet uit. Het houdt je onderbewustzijn niet tegen om goed en nuttig werk voor je te doen. Laat je ogen nu over het hele beeld dwalen. Neem de unieke sfeer ervan in je op. Dit is een heilig moment dat je jezelf gunt. Ieder van ons heeft zijn eigen intieme perceptie van het beeld, zijn eigen gevoel. En als ik een woord of een gevoel gebruik dat niet overeenkomt met wat je beleeft, dan zal je onderbewustzijn mijn woorden automatisch omzetten, zodat ze voor jou kloppen. Je onderbewustzijn maakt het verschil tussen wat nuttig is en wat niet. De open plek van een mysterieus bos ontvouwt zich voor je. In het midden staat een gouden fontein. Alles is volkomen, kalm en vredig. Badend in een zachte helderheid, trillende kleuren met delicate nuances. Goudkleurig, blauwachtig, violet. 1001 weerkaatsingen vormen dit schilderij en creëren deze bijzondere sfeer. De achtergrond is diffuus en loopt mooi in elkaar over. Grote, goudkleurige bomen en struiken laten hun takken vrij gedijen. Sommige vallen in kaskades van zachte, katoenachtige bloemen als zijden slingers. Op de nevelige grond schitteren magische, witte bloemenloffertjes. De gouden weerspiegelingen van de fontein. Er zijn natuurlijk bosgeuren, de geur van bloemen, humus. Al deze geuren versterken het welzijn van deze harmonieuze plek. Je kunt bijna het ruisen van de kleuren horen, hun bijzondere klanken. Klanken en kleuren zijn trillingen, golven, die de kracht hebben om te genezen.
Misschien kan je het delicate kabbelen van het water in de fontein horen. Dit water heeft verbazingwekkende eigenschappen. Het is alsof je een van de figuren rond de fontein bent. Laat je onderbewustzijn de figuur kiezen die bij je past. Voel de bijzondere textuur van het water. De aangename temperatuur ervan. Wanneer je dit voortreffelijke water proeft, stroomt het langzaam tot in je diepste innerlijke. Als een heerlijke trilling. En voel de positieve effecten van deze trilling die toeneemt op het ritme van je ademhaling. Ik weet niet welke weldadige gewaarwordingen, welke bronnen in je opkomen. Misschien een vredig gevoel, een heilzame, eeuwige zachtheid of een sereniteit die schittert met gouden fonkelingen. Geniet van deze behandeling die al je cellen ontgift en regenereert. Wat je nu doet zal nuttig zijn, ook al weet je nog niet hoe. Ik vraag me af of dit schilderij er voor je anders uitziet dan als in het begin. Wat is er veranderd? Misschien zijn sommige dingen verschenen, andere zijn veranderd. Wat zeker is, is dat het schilderij de spiegel is van je innerlijke zelf, van je innerlijke transformatie. En ik vraag me af welk geschenk je onderbewustzijn je de komende uren, dagen of weken zal geven. Je weet dat een geschenk geen moeite vraagt. Het is vaak een verrassing. Net zoals je ademhaling, die vanzelf komt, zelfs wanneer je slaapt, op elk moment. Ik tel nu tot 3. En bij 3 ben je volkomen uitgerust als na een weldoend dutje en vol nieuwe energie. Eén. Twee. Je kan je uitrekken en diep ademhalen. En 3. Je bent weer terug in het hier en nu. Uitgerust en energiek. Fijne integratie.